Vandaag gaat de Partij van de Arbeid Nissewaard op pad met deze grote rode bus. Met deze bus zullen we langs alle kernen en dorpen van Nissewaard gaan. En ik neem jullie mee, zowel in de bus als erbuiten. Uitgekozen. Ja, vooral jammer dat de vlag hangt, kan ik niet voor kijken, maar op zich ook wel goed, dus dat is mooi. En heb je een beetje zin in vandaag? Ik heb er hartstikke zin in. Het is mooi weer en volgens mij is het ook goed voor de mensen dat we leuke reacties gaan krijgen. Kijk, Rian heeft er zin in. We zijn nu in Geervliet aangekomen. En ik ga even praten met onze lijsttrekker. Wouter, waarom deze busreis vandaag? Nou, we proberen vandaag zoveel mogelijk mensen natuurlijk aan te spreken op het feit dat er verkiezingen zijn 19 november. Omdat we dan met elkaar gaan bepalen welke richting we opgaan. En wij willen graag een richting op waarin we meer gaan investeren in mensen. Dus hopen dat zoveel mogelijk mensen op de Partij van de Arbeid gaan stemmen. En wat verwacht je nu specifiek van vandaag? Wat de reacties zullen zijn van mensen? Nou, we merken dat heel veel mensen nog niet helemaal op hun netvlies hebben staan dat er daadwerkelijk verkiezingen zijn 19 november. Dus we hopen ze een beetje te porren om naar de stembus te gaan. Top, dan zullen we nu gauw Geervliet ingaan om met de mensen te praten dan. Jazeker, hartstikke leuke mensen in Geervliet. Dus we gaan ze zeker even opzoeken om te vragen stem op de Partij van de Arbeid. We rijden nu net weg uit Geervliet en we gaan onderweg naar Heenvliet. En ondertussen ben ik naast de Dorothee Kieboom beland. Dorothee is onze eerste vrouw op de lijst, op nummer 3 staat ze. Dorothee, hoe voelt het nou om de eerste vrouw op de lijst te zijn? Sowieso, om op de lijst te komen vond ik al de hele verantwoording. Maar als eerste vrouw is toch wel iets speciaals. Want veel mensen zeggen heel bewust op een vrouw te stemmen. En ja, de eerste vrouw ben ik dus. En als je nadenkt over hoe de uitslag wordt, dan denk ik ja, dat ook de eerste vrouw best wel veel stemmen gaat krijgen. Ik ben zelf ook gewend altijd op een vrouw te stemmen, dus helemaal goed. Vind je dat dan ook niet een beetje spannend? Want de kans dat je dan uiteindelijk in de raad komt is vrij groot. Hoe zie je dat voor je? Heel spannend inderdaad, want het zijn allemaal dingen die ik nog nooit heb meegemaakt. Ik ben politiek nog niet zo ervaren. Maar het is ook juist een uitdaging om iets nieuws te gaan doen. En dus ik zie er ook heel erg naar uit om heel veel dingen te leren. Jij bent natuurlijk ook onze mevrouw van het ziekenhuis, want jij werkt in het ziekenhuis. Wat wil je daarmee gaan doen binnen de politiek? Is er iets wat je meeneemt uit het ziekenhuis waarvan jij denkt dat moeten wij in Nissewaard zo of zo gaan doen? Het belangrijkste is denk ik dat het ziekenhuis een voorziening is voor alle inwoners van Nissewaard. En dat veel mensen nu niet goed weten hoe de zorg, het ziekenhuiszorg geregeld is. En dat we ons daar denk ik wel hard voor kunnen maken. Dat we goede zorg willen in het ziekenhuis, spoedeisende hulp. Maar dat ook duidelijk is wat er wel en niet gebeurt in het ziekenhuis. Oké, nou ondertussen zijn we bijna in Heenvliet. Dus we gaan zo de bus alweer uit. Heb je nog een beetje zin in verder vandaag? Ja, het is echt heel leuk om met z'n allen de straat op te gaan en aan te bellen. En gewoon te zeggen, gaat u stemmen? Dat oproepen tot stemmen vind ik heel belangrijk. Thank you.
deze mensen hebben net een roos gehad van meneer Dijsselbloem. Hoe is het nou als meneer Dijsselbloem ineens voor je neus staat? Nou, dat is heel leuk. Even schrikken, maar toch heel leuk. En u heeft even met hem kunnen praten ook? Jazeker, ja. En misschien een stemmetje op de Partij van de Arbeid? Ja, wij wel. Ja, wij horen. Zo moeilijk is het niet om ons over te halen. Dat is tenminste goed nieuws. We'll be right back.
hebben we een gesprek gehad met onze eigen voorzitter, maar nu is ook de voorzitter van de Landelijke Partij van de Arbeid hier, Hans Spekman. Hoe vind je het tot nu toe in Nissewaard? Ik vind campagne voeren sowieso leuk. En dit is gewoon een hele leuke, opgewekte afdeling, dus dat maakt het nog plezieriger. Heb je dan al vaker in zo'n hele grote rode bus gezeten? Nou, wel vaker, maar niet zo heel vaak. Volgens mij een keer 5 of zo tot nu toe. En wat is er bijzonder dan aan Nissewaard? Want we zijn net in alle kernen geweest, daar heb je ook wat van meegekregen. Nu staan we dan in de grote stad. Ja. En wat is je gevoel hierbij? Nou, het verschil tussen de kleine kernen en de grote stad is niet zo heel groot. Maar wat ik mooi vind, is dat mensen zo betrokken zijn hier bij de campagne. En dat de mensen zich druk maken om de thema's waar wij ons druk om maken. Valt me heel erg op. Dus net stonden we op zo'n veldje wat heel leeg was. Was gewoon groen gras. En daar had de plaatselijke partij al bedacht dat daar files moesten komen. Dat staat nu braak en dat was een voetbalvereniging. En daarvoor sprak ik met een man die had een bescheiden salaris. Maar dat was docent op de basisschool, best goed. Die wilde een starterslening. En hier in deze gemeente is dat nog helemaal niet. Dus wij hebben veel te doen als Partij van de Arbeid hier. Dus dat vind ik mooi. En je denkt dat de PvdA in Nissewaard het allemaal wel goed op gaat pakken? Ik twijfel niet aan de PvdA in Nissewaard. Ik hoop dat we ons verslaan. Dat is volgens mij vooral belangrijk. Want die hebben vooral geïnvesteerd in stenen, in parkeergarages. Nu willen ze een casino. Allemaal gekkigheid waar de mensen hier volgens mij helemaal niet op zitten te wachten. Nou, dat klopt. Dat is precies wat wij zeggen. Minder prestige, meer prestatie. Ja. Eerst de mensen, dan de stenen. Zo is het. En ik heb hier ook nog een stukje kaas gekocht op de markt. Beste kaas. Ik ben binnen voor thuis. Top. Ja. November zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dus ga stemmen. En het liefst op de PvdA natuurlijk.